na 4,5 jaar toch weer een gedeelte van de baan open. We hebben maar de helft van de baan, de andere helft is niet betrouwbaar. Maar toch, voor de jeugd is het ideaal. Die weerkelkens niet meer. Hopeloze zaak met die weerkelkens. Ja. De ene keer bloos hoeven alles en de andere keer zeg je, jongens, ijs is onbetrouwbaar, dat is nu op. Ja. En dat is, nee. Als ik 's morgens wakker word, dan zie ik het wel. En dan denk ik, ja jongens, ik heb toch geliefd. Ja. Geen post. Maar het was een beetje moeilijk, hè, want er lag een hoop sneeuw op. Ja, we hadden 2 centimeter sneeuw, dus met de ploeg met elkaar toch gedeelte van de baan schoongemaakt. Achterste gedeelte kon niet, daar zijn we doorheen gegaan. Het was ijs te dun. Dit is de ideale omstandigheden nu wat we overgehouden hebben en dat is perfect ook voor de jeugd. Maar de jeugd speelt toch meestal en de baantjes trekken, dan is het toch niet erbij. Dan rij je alleen maar voor de groten en de groten die zeggen ja, laat maar gaan. Het is nou maandagavond, best druk zo het begin vanavond. Ja, het is geweldig. Ik geniet met volle kleuren. Dat is iets wat ons hart heel goed doet, vooral hier van de jeugd van ADO. Ja jongens, het is 5 uur! Ja! Half 7. Ja? Oké! Okay.